Dit jaar ligt de focus op een van de belangrijkste verkiezingen in tijden. We laten dit jaar onze stemmen horen voor vrouwen. Cis, trans, X. En alle andere mensenrechten die in deze crisis en tijd in het gedrang komen. Tijdens de huidige pandemie komen veel mensen met een beperking niet of nauwelijks meer op straat. Dat ik op dit moment op een podium sta, is een wonder. Na bijna 12 maanden mijn huis nauwelijks te hebben verlaten, is spreken voor 500 mensen een behoorlijke overgang. Al maandenlang is mijn kat mijn voornaamste gesprekspartner, zie ik mijn zorgverleners amper meer en is mijn huis voor vrienden verboden terrein. De afgelopen tijd hebben vrienden en kennissen met een beperking hun angst om te sterven aan mij geuit. Pijnlijk en heel verdrietig, maar onze angst om te sterven tijdens deze pandemie is actueel en gegrond. Niet alleen behoren velen van ons tot de risicogroep en zou COVID-19 voor ons nog wel eens desastreus kunnen uitpakken, de vrees om geen adequate zorg of zelfs helemaal geen zorg te ontvangen als we ziek worden speelt ook mee. Immers, waarom zou je een persoon die toch al onderliggende klachten heeft voorrang geven op een IC-bed als er ook een gezond iemand is die dit nodig heeft? Wij zijn toch maar een last. Het Engelse Bureau voor Statistiek, Office for National Statistics, deelde onlangs schokkende cijfers. 6 op de 10 coronadoden in 2020 in Engeland waren mensen met een beperking. Dat is zeer zeker niet enkel het gevolg van een zwakkere gezondheid. Ik zeg dit alles niet alleen uit woede en verdriet. Ik zeg dit ook omdat dit ons allemaal aangaat. Iedereen die nu voor mij staat, iedereen die nu naast jou staat, kan te maken krijgen met ziekte en handicap. En ook dit is feminisme. De zorg die we aan elkaar verlenen, de onderliggende systemen van ongelijkheid, lichamen en geesten die niet aan het populaire schoonheidsideaal voldoen. Voor ons zijn de gevolgen van de pandemie een extra klap in het gezicht. Sommigen van ons waren door de bezuiniging in de zorg al minimaal voorzien en kunnen het nu al helemaal vergeten. Als laatste wil ik zeggen dat we hier wel degelijk iets aan kunnen veranderen. Nu we hier allen bijeen zijn, wil ik jullie oproepen jullie recht te gebruiken deze komende verkiezingen. Stem. Stem op een vrouw. Stem op een vrouw van kleur. Stem op een vrouw van kleur met een beperking. Sommeerde ons op het gemeentehuis om ons vervolgens 40 minuten lang te intimideren. Hij zei dat als wij ons zo blijven profileren, het kan gebeuren dat andere partijen aangeven dat ze ons niet met ons aan tafel willen zitten bij de stadsgesprekken over racisme en discriminatie. Wij moesten de burgemeester erop wijzen dat wat hij aan het doen was institutioneel racisme is. Het is machtsmisbruik. Het sturen van de politie naar mijn huis, mijn gezinsleden de stuipen op het lijf jagen, mij op het politiebureau laten komen en verhoren over krijt, valt ook onder intimidatie en het monddood maken van kritische burgers. Hoe kan het dat we in een maatschappij leven waar het mogelijk is dat jij je baan verliest omdat je uitspreekt tegen racisme? De manier waarop er met ons wordt omgegaan door de politiek, door de overheid, brengt ons dagelijks in gevaar. Activisten worden constant gecriminaliseerd. Het geweld tegen ons is genormaliseerd. We worden niet beschermd tegen het geweld dat ons wordt aangedaan. Er wordt zelfs gezegd dat wij niet anders moeten verwachten dan wanneer wij ons met deze onderwerpen bezighouden alsof we dit op onszelf afroepen en nu niet mogen klagen. Zolang instituten en de gekozen vertegenwoordigers die ons moeten beschermen meer moeite doen om politieagenten die de wet overtreden weg te laten komen met een berisping,
zullen wij aan het kortste eind trekken. Er is nergens waar wij terecht kunnen. Het melden van racisme kan ook al niet. Het antidiscriminatiebureau, artikel 1 Noord-Holland-Noord, heeft via de rechter hun directeur op aandringen van gemeente Hoorn laten ontslaan, omdat de directeur, hou jullie vast, politiek gekleurd, niet neutraal en zich daadwerkelijk tegen racisme heeft ingezet. Wat gaan wij daaraan doen? Hoe gaan we elkaar veilig houden? Hoe zorgen wij ervoor dat wij als zusters in deze strijd kunnen volhouden? Solidariteit is belangrijk. Je uitspreken is essentieel. Je moet nooit denken dat het niet over jou gaat en dat er daarom geen actie vereist is. Het gaat over ons allemaal. Women's March. Dank voor de uitnodiging. Dank dat ik samen met alle andere sprekers mijn boodschap mag brengen in het licht van de strijd tegen discriminatie op basis van seksualiteit, huidskleur, etnische achtergrond, religie en zo verder. Fijn, hier in de achtertuin van het Bijlmer Parktheater. Vlak voordat ik hier naartoe kwam, vroeg ik aan de vrouwen van de Bijlmer Bookstore, volgens mij zijn ze hier ergens, wat wil je horen op 7 maart tijdens de Women's March? Een positief en inspirerend verhaal, zeiden ze. En weet je, jullie aanwezigheid is de bron van inspiratie. Dat jullie hier zo zijn om te laten voelen wat die collectieve strijd is die we moeten voeren. Dat is de inspiratie. Laat weer van je horen. Er is een leus uit mijn jeugd wat ineens naar boven komt. Het is wel in het Surinaams. Het is stree sisa stree, sondere oma sma, katibo nekeba. En wat het betekent is, strijd zusters, strijd. Zonder ons verandert er niets, geen enkele vorm. Wie hier is, is dagelijks bezig in de eigen omgeving, op het werk, op school of in acties om sociale gelijkheid aan te pakken. En er is vooruitgang. Mij is gevraagd om over institutioneel racisme te spreken. Een kwalijke realiteit in Nederland. Alhoewel de media het woord schuwen. Ze draaien om het begrip institutioneel racisme heen. En toch wordt steeds duidelijker hoe institutioneel racisme werkt. Kijk maar naar de toeslagenaffaire. Het was een pijnlijk verhaal wat we zo net hebben gehoord. En dan zie je, racisme is ingebouwd in het beleid van dat instituut. Of kijk naar een subtielere vorm. Naar die blinde vlek van machtige instituties die officieel geen kleur zien. Zich daar ook niet mee bezighouden. En daarmee diversiteit buitensluiten. Daarmee zwarte mensen, mensen van kleur, buitensluiten. In al hun witte onschuld. En jullie voelen het al aan. Ik refereer aan het drama rond de vertaling van het werk van de prachtige Amanda Gorman. Niets ten dele van de beoogde vertaalster die een mooi gedicht heeft gepubliceerd naar aanleiding van deze affaire. Nee, het gaat om het automatisme waarmee de werkelijke deskundigen over het hoofd worden gezien door een instituut. En dat is een andere uitdrukking van institutioneel racisme. En ik roep niet op tot boosheid of haat of verbittering. Want ja, daarmee vernietig je gewoon jezelf. Lichamelijk en geestelijk. En dat willen we niet hebben. Dus waar ik toe oproep klinkt in het Engels veel mooier. Righteous indignation, ik hou van dat begrip. Gerechtvaardigde verontwaardiging. Die oproep tot handelen, actie, onderzoek aan de kaart stellen, interveneren en de koers ombuigen. De verkiezingen staan voor de deur. 15, 16, 17 maart. Met veel pijn en moeite is het kiesrecht tot stand gekomen. Hè? Eerst via het censuskiesrecht waar maar 10% van de mannelijke bevolking kon stemmen, want het werd bepaald door je inkomen. Ik praat over 1848. De tijd waarin mijn voorouders binnen het Koninkrijk onder slavernij gebukt gingen. Pas in 1919 was er sprake van algemeen kiesrecht en konden de vrouwen hier deelnemen. Maar wat uiteraard niet gold voor de vrouwen in de kolonies.
Op de voormalige Antillen en Suriname kregen ze in 1948 pas stemrecht. Maar ja, in Suriname gold dat niet voor alle vrouwen. De inheemse vrouwen en de vrouwen uit het binnenland kregen pas in 1963 stemrecht. En wat denk je van de Indonesische vrouwen? Onder het koloniaal bestuur hebben ze nimmer het kiesrecht mogen beleven. Conclusie. De Nederlandse parlementaire democratie is vanaf het begin gestoeld op ongelijkheid. Op basis van klasse, gender en etnische achtergrond. En alle vooruitgang in de grondwet en in de praktijk op weg naar social justice is het gevolg van immense inspanningen en strijd. En laten wij dat niet vergeten. Kijk, sommige partijen krijgen tegenwoordig een legaal platform om die vooruitgang terug te draaien. Ja, en op te komen voor wat ik noem collectief egoïsme. Een gevaarlijke beweging. En daarom eindig ik met de oproep om te gaan stemmen en gebruik te maken van alle democratische mogelijkheden die er zijn om dit land humaner en rechtvaardiger te maken. Use your righteous indignation. Gebruik je gerechtvaardigde verontwaardiging en je liefde. Je liefde voor de volgende generatie. Mijn kleindochters, mijn dochters zijn hier. Weet je, vervul je helderrol. We can do it. Stree, sisa stree. Dank je.